Ik ben Mayra, ik ben derdejaars kunstgeschiedenisstudent en ik ben nu bezig met mijn bachelorscriptie over Hieronymus Bosch. Voor het zoeken van literatuur begin ik eigenlijk altijd met het zoeken naar wat meer algemene informatie. Hiervoor kijk ik bijvoorbeeld op Oxford Art Online. Dat is een online database, een soort van online encyclopedie waarin je heel veel algemene informatie kan vinden over je kunsthistorische onderwerp. En dit is handig om een beetje een algemeen beeld te creëren waarnaar je verder kunt zoeken. Het is sowieso heel handig om als eerste stap, voor je begint met zoeken, om te zorgen dat je toegang hebt tot het UvA-netwerk, dus tot de database van de UvA en tot de bibliotheek van de UvA. Hiervoor kan je natuurlijk gewoon op de computer van de UvA zelf gaan zitten. Je kan je laptop verbinden met het UvA-netwerk. Of je kan thuis, of als je in een café op het internet zit, verbinding maken via Unospuls. En dat kan je gewoon googlen, Unospuls UvA, of iets in die strekking. Wanneer je dus wat meer algemene informatie hebt gevonden, bijvoorbeeld via Oxford Art Online, ga je verder zoeken. Een heel handig hulpmiddel hierbij zijn bibliografieën. En bibliografie is eigenlijk een soort van literatuurlijst over jouw onderwerp. En je hebt heel veel verschillende soorten bibliografieën, maar stel je hebt het over een bibliografie van Rembrandt, dan heb je eigenlijk gewoon een hele lange lijst met wat er allemaal gepubliceerd is over hem. Dus dat is natuurlijk een heel handig middel om te beginnen met onderzoeken. Om overzicht te houden bij het literatuur zoeken, begin ik in ieder geval met je onderzoeksvraag, die je als het goed is samengesteld hebt, om die uit te splitsen in verschillende zoektermen. En die zet ik altijd onder elkaar in een documentje. En dan kan ik goed bijhouden op welke zoektermen ik al gezocht heb, of op welke combinaties van zoektermen ik gezocht heb. Het is heel belangrijk om in je achterhoofd te houden dat je de zoektermen bijvoorbeeld goed vertaalt naar het Engels. Of bijvoorbeeld dat je verschillende schrijfwijzen hebt van de naam van een kunstenaar. Ik schrijf bijvoorbeeld over Hieronymus Bosch. Die kan je schrijven als Hieronymus, als Hieronymus of als Jeroen Bosch. Dus het is heel belangrijk om die termen ook allemaal op te schrijven en om dus ook op al die termen te zoeken, want daardoor krijg je wel de meeste resultaten. Een andere manier om overzicht te houden bij het zoeken is om gebruik te maken van een programma als Zotero of RefWorks. Deze programma's houden je eigenlijk al je zoekresultaten bij. En het kan ook heel erg handig zijn om aan het einde een literatuurlijst voor je paper samen te stellen. Want je kan vaak met één druk op de knop dan je hele literatuurlijst in Word laden, waardoor dat ook heel makkelijk werken is. En dan ben je ook heel snel klaar. Nadat je onderzoek gedaan hebt bij de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, kan je natuurlijk ook op andere plekken onderzoek doen. Je kan bijvoorbeeld onderzoek doen in de bibliotheken van de grote musea, zoals het Rijksmuseum of het Stedelijk in Amsterdam. Het Stedelijk is bijvoorbeeld heel handig als je onderzoek doet naar moderne kunst. Daarnaast heeft het Stedelijk ook een grote collectie persmappen waarin ze recensies bijhouden van tentoonstellingen die door het Stedelijk georganiseerd zijn. Het Rijksmuseum heeft natuurlijk een grote collectie boeken over de Gouden Eeuw. Dus mocht je daar een paper over schrijven, is dat natuurlijk de place to be. Daarnaast heb je bijvoorbeeld ook het RKD in Den Haag, waar je ook heel veel informatie kan vinden en wat bijvoorbeeld ook heel erg handig is voor archiefonderzoek. Wat je vooral ook niet moet vergeten, en wat een heel handige tip is, is dat de bibliothecarissen in de bibliotheken van de musea, maar ook bij het RKD, je altijd van dienst kunnen zijn. En die weten eigenlijk het allerbeste waar je informatie kan vinden. Dus mocht je iets niet kunnen vinden, vraag het aan hun. En wil je ook bijvoorbeeld tips hebben voor het zoeken in de bibliotheken, kan je het ook aan hun vragen. Een ander handig hulpmiddel voor toegang tot de collecties van de bibliotheken van musea is Picarta. Daarmee kan je in alle bibliotheken van Nederland zoeken. Wanneer ik mijn zoektermen gedefinieerd heb, is mijn volgende zoekmethode de sneeuwbalmethode. Via de sneeuwbalmethode kun je op een efficiënte manier tot heel veel zoekresultaten komen. Het gaat als volgt: als je een interessante publicatie of een interessant boek hebt gevonden, kun je in de literatuurlijst van dat boek kijken naar welke bronnen de auteur heeft gebruikt. Of je kan ook in de voetnoten kijken als je een artikel hebt gelezen wat volstaat met interessante informatie voor je onderwerp. Vervolgens kun je dus met de nieuw ontdekte bronnen gaan zoeken naar nieuwe publicaties of naar andere boeken die door die auteur als bron zijn gebruikt. Mochten daar weer interessante publicaties tussen zitten, kun je in die bronnenlijsten weer kijken of daar weer interessante of nuttige publicaties tussen zitten. Zo rol je dus als een soort van sneeuwbal door je zoekresultaten heen en krijg je steeds meer publicaties of boeken. Je hebt mazzel als je een recent proefschrift vindt. Een proefschrift is een dissertatie van een promovendus.
In het proefschrift wordt de huidige stand van zaken van de wetenschap over je onderwerp beschreven. En daarnaast wordt vaak ook de huidige discussie die er gaande is over je onderwerp beschreven. Dus al met al is dat echt een onuitputtelijke bron van informatie over je onderwerp.